Het gebouw aan de Dr. J.C. de Mirandastraat nummer 10 krijgt een nieuwe bestemming. De renovatie van het gebouw is gedaan door PURP en werd vandaag weer officieel overhandigd aan het ministerie van Justitie en Politie. Op 19 september 2015 ging het gebouw dat staat op de hoek met de FAR Lima Poolstraat in vlammen op, tezamen met vele belangrijke documenten. In het gebouw dat toebehoort aan het ministerie van Justitie en Politie was tot de brand de afdeling Vreemdelingendienst gehuisvest, als ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Paramaribo Urban Rehabilitation Program PURP nam in 2017 het gebouw op in haar plan voor renovaties. PURP Program Manager Natasha Deul zegt dat het opgeleverde gebouw een nieuwe bestemming kreeg. Het project dat belast is met het doen herleven van onze binnenstad. Zoals jullie weten zijn we sinds 2017 hard bezig aan de weg te timmeren om onze binnenstad weer het nieuw leven te geven, een nieuw leven in te blazen. We zijn bezig met de overheidsgebouwen, maar we kijken ook naar publieke plekken. Vandaag, na 15 maanden, gaan wij het gebouw Mirandastraat nummer 10 overhandigen aan het ministerie van Justitie en Politie. Tussen de twee ministeries, het ministerie van Justitie en Politie en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is er overeengekomen dat dit gebouw volledig wordt gebruikt voor mixed use, oftewel commercieel gebruik. Dat wil zeggen dat wij de komende weken met verschillende organisaties, private organisaties die geïnteresseerd zijn, zullen onderhandelen om na te gaan wie belangstelling heeft, interesse heeft om hier in het pand hun zaken te doen. Natuurlijk moeten alle activiteiten die uitgevoerd worden iets met cultuur te maken hebben. Dus het kan een galerij zijn, het kan een authentieke restaurant worden, noem maar op. Clifton Bram, onderdirecteur van het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zegt dat wij onze historische binnenstad moeten behouden. Kenneth Pinas, onderdirecteur algemeen beheer van het ministerie van Justitie en Politie, spreekt van een heugelijk moment. Hou je dat? Dat doe je door wat je hebt natuurlijk te conserveren. Dat doe je door wat je hebt te onderhouden. Veel is natuurlijk kapot gegaan, veel is door de jaren heen vernietigd, maar wij hebben gezegd we gaan ergens beginnen. En het is vandaag een mooi moment na de oplevering van de twee gebouwen aan de Henk Aronstraat, assembleegebouw, staan we nu vandaag hier, ja? Mirandastraat nummer 10, maar we gaan verder. We weten allemaal wat er hier is gebeurd, een aantal jaren geleden, en het doet me heel goed om hier te mogen staan en dit gebouw in deze staat te mogen zien. Natuurlijk, er zijn afspraken met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dat dit gebouw aan hen wordt overgelaten om te beheren. Want voor ons is het heel, heel belangrijk dat alle culturele gebouwen worden onderhouden. Dus op dat gebied is mijn collega daarmee belast. En vanuit het ministerie van Justitie en Politie zullen we zeker onze bijdrage leveren dat al die gebouwen die onder ons beheer vallen, in samenwerking met mijn collega, dat al die gebouwen worden onderhouden. Het gebouw is vandaag formeel door PURP overhandigd aan het directoraat cultuur, die belast zal zijn met het verhuren van het gebouw voor commercieel gebruik. Eerder is door PURP het oude parlementsgebouw gerestaureerd en opgeleverd. Op dit moment zijn ook de gebouwen aan de waterkant 30 en 32 onder renovatie. Op schema staan nog het gebouw van het ministerie van Justitie en Politie op de hoek van de Henk Aron en de Dr. J.C. de Mirandastraat en het gebouw aan de Grote Combiweg nummer 3, waar vroeger het bureau familierechtelijke zaken eveneens van Justitie en Politie was gehuisvest.